Boek Daniël, hoofdstuk 12. De tijd van benauwdheid. We zijn nu bij het laatste hoofdstuk van dit bijzondere boek gekomen. De engel is nog steeds bezig met zijn openbaring aan Daniël aangaande de eindtijd. Het kan nooit genoeg beklemtoond worden dat de engel met deze openbaring vanuit de raadzaal van de Allerhoogste is gekomen. Ons geslacht is gekomen aan het einde der tijd en daarom moeten de laatste woorden van de engel aan Daniël voor ons bijzonder betekenisvol zijn. De absolute waarheid daarvan kunnen wij bevestigen door de ontwikkelingen van de gebeurtenissen rondom ons om dan deze in de gaten te houden. En opnieuw met eerbied en ontzag te kijken naar de majesteit van de alwetende God. De woorden van de engel in de laatste paar verzen van het vorige hoofdstuk heeft ons op een plaats gebracht waar wij Rusland, zoals het er vandaag uitziet in zijn streven naar wereldoverheersing, duidelijk kunnen herkennen. En we hebben kunnen zien hoe dit volkomen in overeenstemming is met de merkwaardige profetie aangaande hem door Ezechiël 38 en 39. En vers 44 geeft ons weer dat hij veel mensen in zijn grote woede zal verdelgen. Wij weten dat dit vandaag mogelijk is met de moderne wapens die de mens tot zijn beschikking heeft. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de mens zichzelf volledig kan vernietigen door de wereld in een kernoorlog te storten en zo uit te wissen. Matteüs 24 vers 22. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Dit is wat de Heer Jezus in zijn profetie aangaande de eindtijd gezegd heeft, dat tenzij die dagen niet werden ingekort, er geen vlees behouden zal blijven. En deze uitverkorenen zijn de blanken, protestantse, westerse natiën, die een overgrote meerderheid uitmaken van deze laatste dagen. Hier volgen een paar teksten om aan te tonen dat Israël de door God uitverkorenen zijn. Jesaja 43 vers 1, 5 vers 5 tot 7, 20 en 21, hoofdstuk 44 vers 1 en 2, hoofdstuk 45 vers 3 en 4. Het is voor ons van groot belang dat wij deze bijzondere boodschap vanuit de hemel zullen begrijpen. Nog een belangrijk aspect van de woorden van de engel in het laatste vers van hoofdstuk 11 is dat Rusland het heilige land zal binnenvallen. Wanneer wij naar de huidige prognose in Iran kijken en naar de situatie rondom de Perzische Golf in het algemeen, dan kunnen wij duidelijk zien dat daar een verwikkeling aan de gang is die voor het allergrootste betekenis is in dit gebied. Michael treedt op. Daniël 12 vers 1. Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van het volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds zijn volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven staan. De engel heeft hier aan Daniël in een zeer duidelijke en onomwonden taal meegedeeld dat tegen die tijd dat deze koning van het noorden in de tijd van het einde zijn verschijning maakt, er een tijd van benauwdheid zal komen die nog nooit geweest is onder de volkeren. De engel heeft ook gezegd dat in diezelfde tijd Michael, de grootvorst, de beschermengel van Israël, zal gaan optreden. We hebben al met deze engel kennis gemaakt toen hij een boodschap
vanuit de hemel bracht aan Daniël toen deze van de boze engel van Perzië werd bevrijd. Toen hij hem 21 dagen tegenhield. Lees opnieuw Daniël 10 vers 13 en vers 21. Aangezien niets in het godsplan bij toeval geschiedt en alles tot in de fijnste bijzonderheid in een volmaakt plan past, kan het misschien zo zijn dat nu op dit ogenblik er een crisis in Perzië uitbreekt die de tijd van de benauwdheid inluidt. Het zou wonderlijk en adembenemend zijn als wij nu in deze onzienlijke zouden kunnen kijken. Welke strijd zal daar nu reeds aan de gang zijn tussen de prinsen van Perzië, Rusland en al hun bondgenoten tegen de engelen van God? Kan het niet deze duistere prins der misleiding zijn die het Westen, dat is dus het ware Israël, zo verblind heeft en het christendom in slaap heeft doen vallen? Daniël vastte 21 dagen met gebeden. Waarom is het voor ons in deze tijd van grote crisis zo zwaar om hetzelfde te doen? Aangezien Michaël de beschermengel van Israël is, kunnen wij het ons goed indenken dat hij in zo'n tijd zal optreden. Wij maken ook met hem kennis in Openbaring 12 vers 7, waar hij met zijn engelen oorlog voert tegen de draak, dus tegen Satan en zijn engelen. Dit is het tijdstip zoals deze in de geschiedenis werd voorspeld en is van levensbelang. Dit gebeurde ook toen Israël op weg was naar het Westen om zich daar te vestigen, waar zij zich uiteindelijk ontwikkelde tot de Westerse natiën, die de dragers en beschermers werden van het christelijk evangelie in de laatste dagen, zoals Hebreeën 1 vers 1 laat zien. Voor een volledige uiteenzetting van Michaëls optreden kunt u lezen in ons boek Openbaring. Grote verdrukking. De engel heeft dus aan Daniël meegedeeld dat wanneer de laatste manifestatie van de koning van het noorden aanbreekt, dit een tijd van grote verdrukking zal zijn. Die verdrukking zal zo hevig zijn dat het gevaar bestaat van een algehele vernietiging van het volk, en daar wordt Israël mee bedoeld. Aartsengel Michaël zal dan met de grote kracht die tot zijn beschikking staat, moeten optreden. Onze Heer Jezus verwees naar deze crisis. Matteüs 24 vers 21 en 22. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zouden geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Het feit dat aan Daniël werd medegedeeld dat Michaël in die tijd zal moeten optreden, toont aan ons de noodzaak van goddelijk ingrijpen om de tijd te verkorten. Voor de uitvinding van de atoombom was het onmogelijk om deze profetie te verklaren, want de mens bezat nog geen mogelijkheid om het bestaan van het mensdom totaal te vernietigen. Maar nu is dat niet langer meer een bespiegeling, want nu staan deze krachten Satan ter beschikking. Lucas 21 vers 26. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen, want de machten der hemelen zullen wankelen. De geheimen geopenbaard. De sleutel die ons de geheimen van Daniëls gezicht openbaren, heeft aan ons de betekenis van het wereldgebeuren gegeven. En is het mogelijk om aan te tonen hoe volmaakt al dit gebeuren ingevoegd kan worden in het patroon van de profetische vervulling. Aan ons werden al de woorden van de engel tot in de fijnste bijzonderheden verklaard. Nu wij de koning van het noorden en zuiden
behoorlijk geïdentificeerd hebben, is het ook mogelijk om de chronologie van de tijd en strijd en verdrukking vast te stellen. Deze koning van het noorden heeft zich vandaag zeer duidelijk als Rusland geopenbaard in zijn streven naar wereldoverheersing met al zijn ondermijnende bedrijvigheden die het hoofd is van de toename van de wereldwijde verdrukking. Een tijd van grote benauwdheid. De profeten van het Oude Testament praten van een tijd van grote benauwdheid aan het einde van de dagen, waarin zilver en goud de mensen niet langer kan redden. Sedert de Tweede Wereldoorlog worstelt de wereld steeds meer en meer met een economische crisis die zijn greep niet wil verslappen, maar steeds erger wordt. Inflatie neemt elke dag toe en ook de hongersnood neemt wereldwijd gestaag toe. De profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 2 vers 19 tot 21: dan kruipt men in de spilonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. Want wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken, te dien dagen zal de mens zijn zilver en gouden afgoden die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Bij zijn vlucht in de rotsholen en in de bergspleten vanwege de verschrikking des Heren en de luister zijner majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. De profeet Sefanja zegt het volgende: nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren. Bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewanden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja een verschrikkelijk einde, zal hij alle inwoners der aarde bereiken. Hoofdstuk 1 vers 14 tot 18. In het Nieuwe Testament zegt Jacobus het volgende: welaan dan, gij rijken, weent en maak misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest en de roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zo lezen wij in hoofdstuk 5, vers 1 tot 3. Onze Heere Jezus heeft deze dagen in gedachten gehad, toen hij zijn discipelen bevolen heeft om voor zichzelf geen schatten op aarde te verzamelen die vernietigd kunnen worden, maar dat zij liever hun schatten maakten door voor zijn koninkrijk te leven en te werken. Dit zijn die schatten die niet vernietigd kan worden, want zo zegt de Heere, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De omvang van de verwoesting. Wij leven nu in die bepaalde tijd waarin al deze dingen gaan gebeuren. Aan Daniël is medegedeeld dat de verschrikking van die verdrukking alles wat ooit heeft plaatsgevonden verre zal overtreffen. Johannes beschrijft voor ons het geweld en de komende economische ineenstorting van de gehele wereld in hoofdstuk 18 van ons boek Openbaring en geeft daar een duidelijk antwoord.
Vandaag zijn er miljoenen mensen op aarde die kermen onder de economische verslaving die net zo wreed is als de slavernij in Egypte, waar de slavendrijver Israël met zwepen opdreef. Vandaag zijn er goddeloze despoten die ons volk wreed in de greep houden. De schuilplaats van de Allerhoogste. Er is een plaats van veiligheid en bescherming in deze tijd van benauwdheid. Welke schuilplaats is dit? De psalmist zegt van deze plaats dat dit de schuilplaats is van de Allerhoogste, zoals in Psalm 91 vers 1 geschreven staat. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. De wereld is toegespitst op de bevrediging van hun zelfzucht en vleeselijke begeerten en heeft geen begrip van de betekenis en het grote belang van redding en veiligheid door het geloof in Jezus Christus. Mensen verkwisten hun tijd met onzin. Ze zijn zich niet bewust van hun hoge roeping. Voor diegene die ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen, zal het snel duidelijk worden dat de elite van de wereld met hun geld en massamedia vastberaden en doelgericht de massa aan het hersenspoelen zijn om alles op de materiële en sensuele manier na te jagen. Op deze wijze worden zij weggehouden van een waarachtige ontmoeting met God en worden geestelijk weerloos gemaakt tegen de tijd van de grote benauwdheid. De hand van Satan en die van deze wereldorde zijn duidelijk te zien. Door zijn hiërarchie van machten en overheden volgens Efeze 6 heeft hij zichzelf geprojecteerd in zijn agenten die als de kliek van de illuminatie bekend staan. Daarom is het zeer noodzakelijk dat wij het woord van God kennen, zodat wij deze dingen begrijpen en onderkennen. Dus is het begrip van de laatste boodschap van de engel aan Daniël zo belangrijk. Diegenen die hun hart hebben gevestigd op de hoge roeping van God in Christus Jezus zullen verstaan wat het betekent te zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste en zullen samen met Johannes kunnen zeggen: wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Nogmaals, Psalm 91 vers 1. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Te zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste betekent de zekerheid waar de mens naar smacht. Dat is wat een kind van God bezit als hij dicht bij de Vader leeft. Dan vindt hij de schaduw en de bescherming van de Almachtige God. Jezus kon tegen zijn discipelen zeggen: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem. Uw hart worden niet ontroerd of versmaad. Deze prachtige woorden staan opgeschreven in Johannes 14 vers 27. De Heere Jezus had een kalmte die voortkwam uit zijn verhouding met de Vader. Hij had een intieme gemeenschap en leefde met hem. Geen mens kan verwachten in een leven zonder Jezus Christus en toch op dezelfde wijze in de tegenwoordigheid van de Vader te zijn. In deze verzekering was hij kalm onder alle omstandigheden, hoe grote bedreiging of onrust hem ook was. Hij was in de schuilplaats. Deze vrede heeft hij ook aan al zijn ware volgelingen gegeven. Paulus heeft dit in gedachten gehad toen hij schreef aan de Romeinen in hoofdstuk 8 vers 14 tot 17. Want allen die door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen: Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Verzekering en veiligheid. Mensen zoeken naar zekerheid door verzekeringscontracten op velerlei wijze. Nu de wereld steeds onstuimiger wordt, zoekt de mens naar nog meer economische
en fysieke veiligheid. Dat is de reden dat de prijs van goud en edelgesteenten zo de hoogte inschieten. Maar diegenen die eeuwig leven door onze Heer Jezus Christus en dat zij het eeuwig leven ontvangen hebben, bezitten de zekerheid van een blijvende schuilplaats, zodat zij onbevreesd door de onzekerheden van de heilige tijd kunnen wandelen. De verzekering die Paulus in de volgende woorden uitspreekt, is de veiligheid die elke ware christen kan nazeggen. Romeinen 14 vers 8 vertelt ons, want als wij leven, het is voor de Heere, en als wij sterven, het is voor de Heere. Het zij dan leven, het zij sterven, wij zijn des Heeren. Hoewel diegenen onder ons die echte christenen zijn en deze uiteindelijke veiligheid die aan hem behoort bereiken, moeten nog een tijdje bijwoners op de aarde blijven. Maar wij kijken naar, want wij verwachten de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, zoals geschreven staat in Hebreeën 11 vers 19. Het is wonderbaar om te kunnen zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij, zoals opgeschreven staat in Psalm 23 vers 4. Al zouden wij moeten sterven, dan weten wij weer te zullen opstaan samen met Jezus Christus om met hem 1000 jaar te gaan regeren. Woorden zijn ontoereikend om de heerlijkheid van dit wonderlijke tafereel te beschrijven. De profeet Jesaja roept uit dat het de stoutste verwachtingen zal overtreffen. Jesaja 62 vers 4 zegt ons, ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, noch vernomen. Geen oog heeft gezien een God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in een mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest bezoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Mensen hechten vandaag een hogere waarde aan een bestaansveiligheid hier op aarde dan de verzekering van het bezit van het eeuwig leven. Daarom is er zo'n geweldige opleving van de goudprijs en die van diamanten en andere edelgesteenten. Mensen hechten zich aan hun pinpas en hun beleggingen, maar denken niet aan het werkelijke leven. Er bestaat een verwrongen begrip van waarde. Mensen sloven zichzelf hun hele leven af om iets dat misschien nooit zal komen. Maar eenmaal zullen zij op de knieën moeten gaan om het eeuwig leven te kunnen beërven. Misschien bent u wel zo iemand. In 1 Johannes 5 vers 11 tot 15 lezen wij, en dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Er is geen veiligheid in goud of diamanten of enig ander aards bezit, want dit zal geheel weggevaagd worden in de op handen zijnde oordeel over dit wereldstelsel, wanneer Babylon met alles wat daarvoor staat, politiek, economisch en kerkelijk vernietigd zal worden. De oude orde waarin Satan de God was, zal verdwijnen. Johannes 12 vers 31, hoofdstuk 14 vers 30, hoofdstuk 16 vers 11.
Lucas 4, vers 5 tot 8 en 2 Korinthe 4, vers 4. Het rijk van de duisternis zal omvergeworpen en uitgeroeid worden om plaats te maken voor het koninkrijk van God op aarde. De economische vernietiging wordt voor ons bekrachtigd in het boek Openbaringen hoofdstuk 18 en de politieke in Openbaring 19. Een zeer kostbare parel. De rijke jongeling die naar Jezus kwam en wilde weten wat hij moest doen om het eeuwig leven te beërven. En Jezus heeft, omdat hij wist wat de onmiddellijke toekomst van de heilige stad Jeruzalem was, dat alle de rijkdom en bezittingen van die stad weldra weggeveegd en vernietigd gaan worden, heeft tegen deze jongeman het volgende gezegd. We lezen Matteüs 19, vers 21 en 22. Jezus zeide tot hem, indien gij volmaakt wil zijn, gaat heen, verkoopt uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier, volg mij. Toen de jongeling dit hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Een tijd later werden al de bezittingen van de jongeman vernietigd in de chaos en verwoesting die Jeruzalem trof. Hij heeft de gelegenheid gehad om zijn rijkdom om te zetten in koninkrijksaandelen, maar hij weigerde. Hoe jammer toch! Vandaag beseffen veel mensen hoe dwaas deze jongeman was en veroordelen hem om zijn dwaasheid, maar maken dezelfde fout. Een andere gelijkenis waarin Jezus naar zijn koninkrijk verwijst, vinden we Matteüs 13, vers 45 en 46. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Deze koopman is het Israëlvolk die gedurig in de afgelopen eeuwen hun handel en industriële bedrijvigheid tot een grote en hoge mate hebben ontwikkeld, dat zij vandaag door de andere naties benijd worden. Zij hebben gedurig die tijd veel rijkdom en mooie parels vergaard. Maar nu we aan het einde van deze bedeling zijn gekomen, is er weer een zeer kostbare parel aan velen geopenbaard, namelijk het koninkrijk van God. Zij hebben de kostbare schat van dit koninkrijk, die niet van deze wereldorde is, niet onderkend. Jezus heeft tot Pilatus gezegd toen deze hem vroeg of hij een koning was en hij heeft het volgende geantwoord. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. In Johannes 18, vers 26 staat dit geschreven. Die het wel hebben gezien, raken overstelp van vreugde, zoals de koopman van de gelijkenis. Want in vergelijking met al de presentaties en prestaties in het verleden, was dit de meest kostbare schat van alles. Deze parel van onschatbare waarde hebben onze voorvaderen verloren, maar nu kan worden teruggekocht als wij de prijs willen betalen. Die prijs is de waarde van ons eigen leven en alles wat wij bezitten. Om deze kostbare parel in handen te krijgen, moeten wij gewillig zijn om van alles af te zien. Wij moeten gewillig zijn om geld, bezittingen en zelfs ons leven indien nodig op te offeren om in bezit van deze schat te komen. God is aan het bewegen om zijn volk te dwingen dit te beseffen. Maar velen draaien hun rug naar God en vechten nog harder om hun aardse rijkdom en bezittingen te beschermen. Maar zoals dat met de rijke jongeling was, zal dit niet helpen. Goud, zilver, diamanten en kostbaarste edelgesteenten
zullen niet in staat zijn om het koninkrijk van God te beërven. Want de producten van het Babylonisch stelsel zullen niet als rijkdom erkend worden. Er is maar één manier in deze bedeling om de rijkdom die in Mammon verkregen is, ten baten van het koninkrijk om te vormen. Helaas zijn er maar weinigen die geloof en gewillig de prijs hebben betaald voor deze omvorming. De raad die Jezus aan deze rijke jongeling gaf, zal moeten worden opgevolgd. Diegene die woont in de schuilplaats van de Allerhoogste, zal gewillig deze raad opvolgen. Al de anderen zullen zich bedroefd omdraaien en weggaan, want de prijs is voor hen te hoog. In hun poging om alles te redden, zullen zij alles verliezen, doordat zij op zijn grote doorluchtige dag des Heren de verschrikkelijke straffen van God die daarmee gepaard gaan, arm en naakt, beroofd van allen rijkdom en koninkrijk van God niet aangenomen hebben, toen deze nog in deze wereldorde waren. Om de kloof te overbruggen. Het is een groot voorrecht die God ons gegeven heeft, dat wij met onze bezittingen onze koning op aarde kunnen dienen, om zodoende een schat in de hemel te krijgen, waar geen mot en roest hen kan vernietigen of stelen, zoals geschreven staat in Matteüs 6, vers 19 tot 21. Hier kunnen wij de Babylonische baten omzetten in koninkrijksaandelen. Dit is de enige manier van verzekering dat onze bezittingen veilig zullen zijn. Er is geen andere manier om de kloof te overbruggen die ons scheidt van de huidige wereldorde en die van de nieuwe wereld die gaat komen. In 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 13 lezen wij: wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid komt. Verder wordt er geschreven: maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken die daarop zullen worden gevonden. Dit was ook zo toen Noach preekte en niemand wilde luisteren dan alleen zijn eigen familie. En de vloed kwam en voerde alles weg. Alleen Noach en zijn familie die voldeden aan de voorzorg om hem door de vloed te dragen, bleven over. Wij leven vandaag ook in zo'n tijd, want ons geslacht is aan het einde der eeuwen gekomen. Dit is wat de engel aan Daniël heeft gezegd en tevens het bevel gaf om dit te verzegelen tot aan het einde der tijden. Gelukkig is de man en vrouw die tegen deze tijd waarin wij nu leven het juiste gezien heeft en die gelooft en de visie heeft om hun bezittingen in koninkrijkszekerheden te investeren voordat het te laat is. De prijs is hoog en er zijn weinigen die vertrouwen op dit punt hebben en bereid zijn om de nodige opoffering te doen ten einde een zeer kostbaar parel te verkrijgen. De overgrote massa, waaronder ook belijdende christenen, zijn blind voor de gelegenheid en strekt zich uit naar rijkdom van wereldse goederen. Zij zullen aan het einde alles verliezen, want deze wereldorde en zijn begeerlijkheden zal ophouden te bestaan. Maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven. In 1 Johannes 2 vers 17 staan de volgende woorden beschreven. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De verstandigen zullen het verstaan. We lezen Daniël 12 vers 2. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en gene tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Wij kunnen het niet genoeg beklemtonen dat in deze tijd Rusland zich gereed maakt
om het Midden-Oosten binnen te vallen, Palestina te bezetten en om de wereld te overheersen. Allen zullen bewust worden van een grote benauwdheid. Zal die dag, de dag van verlossing van Israël en de opstanding der doden, ook op handen zijn? De engel stelt echter een voorwaarde wat betreft diegenen die gered zullen worden in deze tijd van een ernstige crisis. Hij verklaart dat allen die geschreven staan in het boek des leven gered zullen worden. Het boek des levens. Mozes heeft geweten dat er zo'n boek was voor Israël, want hij pleitte daarop, Exodus 32, vers 32. Maar nu vergeef toch hun zonden, zo niet delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. De Heer heeft Mozes geantwoord en bevestigd dat er zo'n boek was die bijgehouden werd. We lezen Exodus 32, vers 33. Maar de Heere zeide tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Ook David wist van zo'n boek, Psalm 69, vers 28 en 29. Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. Maar ik ben ellendig en in smart, uw heil, o God, bescherm mij. Ook Paulus noemt aan Clemens en zijn andere medearbeiders, wiens namen in het boek des levens opgeschreven staan. U vindt dat in Filippenzen 4, vers 3. Israëls leiders veroordeeld. God spreekt door zijn profeten, zoals Ezechiël, en tegen de andere leiders van Israël, die zijn volk verhinderen om zich voor te bereiden voor de grote en doorluchtige dag des Heren. We lezen Ezechiël 13, vers 9 en 10. Mijn hand zal zijn tegen de profeten die bedriegelijke dingen schouwen en leugen waarzeggen. Tot de kring van mijn volk zullen zij niet behoren. In het boek van het huis van Israëls niet ingeschreven worden en in het land des Israëls niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere, Heere ben, omdat mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen vrede zonder dat er vrede is. Als het een muur bouwt, zie, dan bepleisteren zij die met kalk. In de hemel opgeschreven. De Heer Jezus verwijst naar zo'n inschrijving in de hemel, toen de 70 terugkeerden van hun zending en met grote opgewondenheid kwamen getuigen dat zelfs demonen aan hen onderworpen waren in zijn naam. Lucas 10, vers 20. Evenwel verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. In zijn boodschap aan Johannes heeft Jezus gezegd, wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Openbaring 3, vers 5. Openbaring 13, vers 8 zegt, en alle die op de aarde wonen, zullen het beest, ieder wiens naam niet geschreven in het boek des leven van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. De oordeelsdag. Johannes schrijft aangaande de oordeelsdag in 1 Johannes 5, vers 11 tot 15. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem
hebben gebeden. Deze gedeelten zijn genoeg bewijzen dat er een boek des levens in de hemel bijgehouden wordt. Diegenen die de Heer Jezus waarachtig aannemen, hebben als zaligmaker en Heer de verzekering dat hun namen staan opgetekend. De tijd van de opstanding. De tijd van de opstanding zal plaatsvinden wanneer de tijd van benauwdheid zijn hoogtepunt bereikt heeft en zal samenvallen met de climax van de derde wee, ook de rode wee genoemd, die zijn hoogtepunt bereikt in de laatste aanslag van het communisme in zijn uitstrekking naar totale wereldoverheersing. Dit wordt in het bijzonder in ons boek van Openbaring ontleed. Deze tijd van opstanding waarna verwezen wordt, is natuurlijk de eerste opstanding wanneer Christus terugkeert naar de aarde om zijn koninkrijk hier te komen vestigen. Voor een volledige uiteenzetting hiervan verwijs ik naar onze brochure Het Boek Openbaring, die samen met het boek Daniël gelezen moet worden. Verder zijn er nog twee boekjes die gaan over de opname der gemeenten en de grote verdrukking. Ik raad u aan deze bij ons te bestellen om deze te lezen. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dit past mooi bij het optreden van Michael in de tijd van grote benauwdheid en de opstanding van Daniël, hoofdstuk 12, vers 2. Dit stemt ook verder samen met de bruiloftsmaal die onmiddellijk volgt op de vernietiging van het Babylonische economisch stelsel, zoals wij in Openbaringen 18 en 19 beschrijven. Deze benauwdheid die de engel aan Daniël doorgaf, is de tijd van benauwdheid die in de crisis aan het einde van deze bedeling aanbreekt, wanneer het oordeel van God de economische fasen van Babylon treft. De grote reunie. Met de verzekering van de opstanding kunnen wij nu gaan inzien dat de grootste reunie die er ooit geweest is, in de dagen zullen er veel geliefden zijn die reeds lang van elkaar gescheiden zijn door de dood. Deze zullen met elkaar herenigd worden. De engel heeft aan Daniël medegedeeld wanneer deze heerlijke gebeurtenis zal plaatsvinden. En volgens de woorden van de engel zouden er aanduidingen en tekenen volgen op aarde die ons zeggen dat wij nu in het crisisuur leven waarin de opstanding zal gaan plaatsvinden. Dit is ook de tijd waarin de belofte van Psalm 91 tot in de fijnste bijzonderheid bewaarheid zal worden. Vergelijk het ook met de belofte van Psalm 50 vers 15 met Psalm 91 en Daniël 12 vers 1 en 2 en met Psalm 46. De verworpenen. Maar Daniël verwijst ook naar diegenen die uit het graf opkomen tot grote smaad en voor eeuwig afgrijzen. Dit betekent dat hun namen niet in het boek des levens geschreven staat. Aan Johannes is het boek Openbaring getoond dat in het koninkrijk de eerste groep, de eerste eeuw, ofwel de eerste duizend jaren vrederijk, tussen de eerste opstanding van de eerste groep en de opstanding van de tweede groep staat. We lezen Openbaringen 20 vers 4 tot 6. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. De overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding
over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaar. De verstandige leraren. De engel deelde aan Daniël het volgende mee in vers 3 van Daniël 12. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als sterren voor eeuwig en altoos. Die heerlijke dag zal aanbreken als de verachting en bespotting waarmee diegenen bejegend zijn die getrouw aan God en zijn woord waren, zal verdwijnen. Dit zal een dag zijn waar de waarden van wat echt is wordt gezien. Vandaag worden zij die een laag moraal aanhouden als sterren gezien. Kijk maar naar de Hollywood-acteurs. Maar de verstandigen zijn bestemd om te glinsteren zoals de glans aan een uitspansel. En dit zijn zij die te midden van de grootste tegenstand en ontbering, zelfs door de dood, hun getuigenis hebben afgegeven. De wereld in zijn geheel, en de kerk in het bijzonder, erkent hen niet, maar God kent hen, en hij heeft zijn zegel op hen geplaatst. Het zijn zij die Gods woord voor Gods volk hebben geopend. De prijs die zij moesten betalen was zeer hoog, zelfs de dood, terwijl de beloning nog onzichtbaar door geloof moest worden toegeëigend. Zij worden allen door God aangesteld en hun opdracht is om de kudden zijn volk te verzorgen. Zij moeten vele keren van al hun bezittingen worden ontdaan en bewandelen hun gehele leven een eenzame weg. Het heeft ook nooit aan zulke mannen ontbroken. God heeft altijd de juiste man op de juiste plaats gezet. Want Salomo verklaarde in Spreuken 25 vers 2. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de koningen eer een zaak uit te vorsen. Dit was wanneer Israël verstrooid raakte en zonder leiders waren, dat zij aan valse leraren of herders ten prooi vielen. Mannen die God niet kenden, traden op als geestelijke leiders, en dat is vandaag ook zo. Het echte Israël heeft nog nooit zo'n hard de toewijding en verstande leraren nodig gehad als nu. Daarom is het verblijdend om de woorden van de engel te vernemen, dat God in deze tijd van benauwdheid aan Israël mannen van zulk kaliber zal geven. Jezus is natuurlijk de opperherder, die op de juiste tijd zal verschijnen. De grootste beloning. De prijs is hoog, maar de beloning is groot voor diegenen die de overwinning over de duivel en het vlees behalen. Deze woorden van de engel aan Daniël eindigen met de beloften aan diegenen die als overwinnaars zouden overblijven met de volgende opdracht. Daniël 12 vers 4. Maar gij, Daniël, hou de woorden verborgen en verzegelt het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Wij zijn nu in dat crisistijdperk en de engel heeft dit aan Daniël geopenbaard, zodat wij dit nu duidelijk kunnen verstaan. Hier is kennis die alleen door verstand, geïnspireerd door de Heilige Geest, verstaan zal worden. Het einde der dagen. Daniël 12 vers 4. Nogmaals, maar gij Daniël, hou de woorden verborgen en verzegeld het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. De engel heeft aan Daniël inlichtingen verschaft over de wereldgebeurtenissen die zouden komen vanaf zijn geslacht tot aan het einde van deze bedeling. Dit sluit ook in de eerste opstanding en de tijd van het oordeel. Nu, dit heeft hij aan Daniël gezegd, dat hij het boek moest verzegelen tot de tijd van het einde. Dit zal een tijd zijn zoals er nog nooit geweest is
en komen in de tijd van ons geslacht. Daniel zegt, velen zullen het onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. De grote afval. De grote afval is begonnen in de dagen van het Nieuwe Testament. De apostel Paulus beschrijft in 2 Thessalonicenzen 2, wij behandelen dat in twee brochures, de opnamen der gemeente en de grote verdrukking, en in ons boek Openbaring natuurlijk. Deze afval bereikte haar toppunt in de donkere middeleeuwen, toen de Bijbel alleen in het Hebreeuws, Grieks en Latijn verkrijgbaar was en door monniken werd gelezen. Met andere woorden, zij waren niet toegankelijk voor de gewone mens. Met de grote hervorming is er een ontwaking ontstaan. De Bijbel is in de talen van de westerse protestantse volkeren vertaald en zijn tot de protestanten christenvolkeren ontstaan en groot geworden. Maar er was nooit een terugkeer naar het patroon van het Nieuwe Testament. Hun ware identiteit is voor deze volken verborgen geweest. Hier en daar brak het licht door, maar de brede massa heeft het licht nog nooit bereikt. Weinigen weten dat zij van het verloren huis van Israël afstammen. Met de opkomst van het modernisme en liberalisme over de afgelopen 130 jaar is vooral door de Europese theologie het stadium bereikt dat zelfs de goddelijke inspiratie van de Bijbel in twijfel getrokken wordt. Toen is er nieuw evangelie ontstaan, het zogenaamde sociaal gospel, en dat volkomen op de mens gericht is in plaats van op Christus en zijn koninkrijk. Hier wordt de bovennatuurlijke kracht van het evangelie en de plaats van de Heilige Geest in het plan van God verloochend of verwaarloosd. Hier aan het einde der dagen is er vooral opvallend dat de kerk en de daaraan behorende weggedraaid zijn van Gods roeping van een volk, waardoor hij zichzelf aan de wereld wil openbaren en die hij geroepen heeft om zijn getuige te zijn. Want Jesaja 43 vers 10 en 11 zegt, gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuige en mijn knecht die ik verkoren heb, omdat gij weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en aan mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlossing. Lees ook Jesaja 43 vers 20 en 21, Jesaja 44 vers 1 tot 3. En dit volk, dat getuigenvolk, wordt vandaag vertegenwoordigd door de blanke protestantse westerse natiën. En zij worden nu aan het einde der dagen gedwongen door verbastering en integratie van vreemde volkeren in deze landen. Daarom kunnen wij zien waarom de engel dit aan Daniel heeft gezegd en de woorden geheim moest worden gehouden en het boek verzegeld tot het einde, zoals vers 4 zegt. Het profetische woord is juist bedoeld om als licht in een donkere plaats te schijnen, zo zegt Petrus in zijn brief in 2 Petrus 1, vers 19. Daarom is het boek Daniel bestemd voor de laatste dagen en vooral aan het einde der dagen, waarin dit een tijd van benauwdheid zal zijn zoals het nog nooit geweest is zolang de volkeren bestaan. Dit is de climax van de grote verdrukking die naar de eerste komst van Christus begint en zal eindigen met zijn wederkomst en de oprichting van het duizendjarig vrederijk of millennium. Maar zoals in de dagen van Elia een kleine groep van 7000 man was overgebleven die hun knie niet voor Baal hadden gebogen, en er in Gideons tijd een kleine bende was die overwon, zo heeft de apostel Paulus geschreven aan de kinderen van het licht en van de dag, zodat ze niet door de duisternis of de nacht worden overvallen. De profeet Jesaja heeft aangaande deze dagen het volgende gezegd, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid der natiën, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60 vers 2.
De heidenatiën zijn in de duisternis en op het oorlogspad. De Israëlvolken zijn misleid en slapen. Maar binnenin hen is er een Gideonsbende en Eliasbende, in wiens harten de Heere het licht heeft aangestoken. Het is een kleine kudde aan wie de Heere het koninkrijk heeft gegeven. Aan hen wordt de overwinnaarskroon aangeboden en zullen samen met diegenen die deel hebben aan de eerste opstanding en over Israël zullen regeren samen met de Heere Jezus. Aan hen en van hen is het boek Daniël geschreven. Toenemend geweld. Nooit in de geschiedenis van de mens was er zo'n toename van geweld en tegelijkertijd ook zo'n toename van kennis. De mens heeft in de afgelopen 150 jaar meer vooruitgang geboekt dan in de 5000 jaar daarvoor. Maar zo is het ook met het geweld. En dat geldt ook voor de eerste ontploffing van de atoombom in 1945. Daarvoor was het niet mogelijk om het mensdom op zo'n grote schaal in één klap te vernietigen. Tegelijkertijd ontstond het verschijnsel van terrorisme. De wereld is gevuld met geweld en één ramp volgt het andere op. De christelijke beschaving en de blanke protestantse natiën worden bedreigd met vernietiging of verslaving. Ja, waarlijk, de engel heeft een openbaring aan Daniël aangaande het einde van de dagen gebracht en deze waarschuwing is nu een alledaags verschijnsel geworden en valt niet meer op. Het mensdom is afgestompt, de wereld ligt in een crisis. Het toenemen van vliegreizen heeft een geweldige verkeersdrukte in het luchtruim tot gevolg. Voeg daar de andere ruimtevluchten bij. Vergeet niet treinen, auto's en de schepen op zee. Dit zijn kenmerken van het einde der tijden. De geweldige toename van de massacommunicatie zoals radio, tv, telefoon, drukpers, tijdschriften, boeken, zijn ook de tekenen der tijden. Dit zijn allemaal middelen tot vermeerdering der kennis. En met deze kennis staat de mens op het punt om verslaafd of vernietigd te worden. En dit komt omdat de ware kennis, namelijk de reddende kracht van God zoals geopenbaard in Jezus Christus, wordt verworpen en zelfs verloochend en bespot. Terwijl hij heeft gezegd, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Heilig hen in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Dit was het gebed van de Heer Jezus, in Johannes 17, vers 17. En over de waarheid sprak hij in Johannes 8, vers 32. Een week van 7000 jaar. Het is duidelijk de Heilige Schrift die zegt dat er na een tijdperk van 6000 jaar, of na 6 millennia's, na Adam, de 6 dagen, want we nemen 1 dag voor 1000 jaar bij God, er een eind komt aan het lijden en strijd van de mens en dat er nu een tijdperk van rust en herstel zal komen. Deze 7000 jaar periode zou dan een nieuwe tijdperk van orde en gerechtigheid inluiden. Het is ook zeer duidelijk in de schrift dat aan het einde van de 6000 jaar Gods volk Israël in een toestand van bedreiging en verslaving zal zijn onder het Babylonisch stelsel en dat zij dan de Heere zullen smeken om hem te komen verlossen zoals onze voorouders dit deden tijdens de Egyptische slavernij en de profeet Ezechiël zegt het op deze wijze. Zo zegt de Heere Heere, ook dit zal ik mij door het huis Israëls laten afsmeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk maken al mensen als een kudde schapen. Ezechiël 36 vers 37. Het is zeer duidelijk dat wij nu aan het einde van deze 6000 jaar perioden gekomen zijn. De tekens van vermeerdering van kennis en van wanorde en anarchie waar hierboven al naar verwezen is, duidt op de tekenen van het einde. Wanneer wij de jaartellingen nemen sedert de tijd van Adam, dan komen wij ook op dezelfde tijd uit. Een tijd, tijden en een halve tijd.
Nadat de engel Daniël bevolen had om het boek te verzegelen, heeft de engel zijn woorden afgesloten. Hierna beschrijft Daniël wat hij verder heeft gezien, hoofdstuk 12, vers 5 tot 7. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever aan de rivier, en de andere aan de gene oever der rivier. En de een zeide tot de man die met litte linnenklederen bekleed was en zich boven de wateren van de rivier bevond, hoe lang toeft het einde der wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man met de linnenklederen bekleed was en die zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel hief, een tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan de verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Wij zijn bezig met de tijd van het einde en wij hebben reeds aangetoond dat de vermeerdering van kennis, het heen en weer bewegen van het mensdom en de toename in goddeloosheid, wetteloosheid en de genoegzaamheid bewijzen dat de tijd van het einde nu is aangebroken. Hier wordt voor ons beschreven dat Daniël een man met linnen bekleed aan de oever van de Tigris had zien staan en twee mannen aan weerszijden van de rivier. Deze twee mannen dienen als getuigen en ook als lijfwacht voor de man in het linnen. Een van de mannen langs de rivier vraagt hem hoe lang het einde van deze wonderbaarlijke dingen zouden uitblijven. Zijn antwoord was zeer plechtig, want hij stak zijn handen uit naar het eeuwig levende en heeft dit zodoende met een eed bevestigd en zijn antwoord was een tijd, dat wil zeggen 360, tijden 720 en een halve tijd 180 en totaal hiervan is 1260 jaar. Deze twee mannen die aan weerszijden van de rivier stonden duiden op de mogelijkheid dat deze periode van 1260 jaar verdubbeld moest worden. Wateren duiden in de profetische taal op natiën, volkeren en talen, zoals beschreven staat in Openbaring 17 vers 15 en Jesaja 57 vers 20. In mijn boek Openbaring behandel ik deze periode van 1260 jaar en wijs tevens op de betekenis van deze rivieren van volkeren in de geschiedenis van het volk van God, op een tocht naar een eindbestemming, namelijk het koninkrijk van God op aarde. Het heilige volk. Het heilige volk van vers 7 is het volk van God, namelijk Israël. We hebben dit voor u aangehaald vanuit Jesaja 43 vers 10 en 11, vers 20 en 21 en hoofdstuk 44 vers 1 tot 3. Dat Israël Gods uitverkoren volk is. Want dat lezen we weer in Deuteronomium 7 vers 6 en 8. In onze reeks over de verloren stammen van Israël tonen wij aan dat de huidige blanke protestantse natiën de nakomelingen van Israël uit de Bijbel zijn. Wij zijn vandaag het heilige volk van de Heere en daarom zijn de andere volkeren vandaag zo tegen ons in opstand. Hoe toepasselijk leven wij in een tijdperk van 2x1260 jaar hierbij? Want de Leviticus 26 vers 18 vers 21 en 24 en 28 heeft God zijn uitverkoren volk gewaarschuwd dat hij hen zevenvoudig zal straffen als zij niet naar zijn stem zouden luisteren. Ook wordt duidelijk in de schrift vermeld dat de Heer de heidense natiën, dus de niet-Israël volkeren, zou gebruiken om als een tuchtroeden in zijn hand te zijn. Dit is het waarom deze zeventijdige straf verwezen wordt als de tijd van de heidenen. Laten we nu kijken naar deze twee tijden van heidenen in direct verband met het einde. Lucas 21 vers 24, en ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Paulus schrijft aan de Romeinen hoofdstuk 11 vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zal zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis,
een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. De Heere heeft Israël gewaarschuwd dat als zij niet gehoorzaam waren, hij hen uit hun land zou rukken en onder de natiën, dus onder de heidenen, zou verstrooien. Wij weten dat Israël de 10 stammen als eerste in ballingschap werd weggevoerd naar Assyrië. Dit gebeurde in 741 tot 721 voor Christus. Het huis van Juda heeft geen les getrokken uit deze straf die haar zuster trof, maar ging voort met zondigen. Zij is ongeveer 120 jaar later ook in ballingschap gegaan, maar dan naar Babel. Het jaar waarop dit voltooid wordt, wordt algemeen aanvaard als het jaar 604 voor Christus. We nemen nu 2520 jaar, het tijdperk wanneer Israëls straf voltooid zal zijn, maar ook dat haar macht verstrooid of verbroken wordt. Dan komen wij bij het jaar 604 voor Christus, plus een jaar van overgang tot na Christus. Dan komen wij bij het jaar 1917. Welk een bijzonder jaar was, en dat in menig opzicht. Het was het jaar dat de Turken uit het heilige land en stad werden verdreven en zodoende de bezetting van de stad door heidense machten na precies 2520 jaar werd beëindigd. Dit is ook het jaar dat aan de Joden het recht werd gegeven om voor de eerste keer na 2520 jaar naar Jeruzalem terug te keren. Dit was tevens de tijd van de Eerste Wereldoorlog 1914-18, waarin de vrede van de aarde is weggenomen en nooit meer is hersteld. Dit tijdperk loopt nu ten einde. Hier is ook de totale aftakeling van de macht van de westerse natiën, oftewel de nakomeling van het heilige volk. Nu worden wij door communistische en oosterse volkeren overheerst. Dit is in verband dat wat in Openbaringen 16 vers 12 staat, na de opkomst van de koning van het oosten, daar wordt naar verwezen. Zie voor een volledige verhandeling naar het boek Openbaring. Het is ook hier waar de economische problemen zullen leiden tot de val van Babylon. Hier manipuleren de machten achter de schermen voor wereldoverheersing. Het is diezelfde groep samenzwerers die de Eerste Wereldoorlog in gang zetten en die wapenfabrieken aan beide kanten van de vechten de mogelijkheden bezaten. Vanaf deze oorlog 1418 is er nooit meer vrede op aarde geweest. Onrust neemt hand over hand toe. En na de Eerste Wereldoorlog versnelde de tempo al ras. Vanaf die tijd hebben de westerse naties geen oorlog meer gewonnen en zijn de socialistische, communistische naties met hun handlangers geweldig toegenomen in macht. In het jaar 1917 vervulde duidelijk het begin en een periode zoals in linnen geklede man gezworen heeft. Het is slechts het begin van het einde. Onze Heer Jezus heeft in zijn voorspelling van zijn wederkomst nog meer bijzonderheden vermeld. Lees Lucas 21 vers 29 tot 31. Matthäus zegt dat wat voor de deur staat, en deze dingen zijn verder uitgebreid en we kunnen dat ook verder lezen in deze profetie. Als we even kijken naar het heilige land, naar vandaag, dan is deze ontstaan na 1917, want toen kregen de Joden het recht om naar Palestina terug te keren. Maar onder hen en door hen is ook een groep internationale samenzwerers blijven voortwoekeren totdat zij in 1948 de huidige Joodse staat in Palestina hersteld kregen. 90% van deze Joden bezit geen druppel Israëlbloed in hun aderen. Hun voorouders kwamen niet uit Palestina en hebben geen recht op een vierkante centimeter grond. Maar deze boom bot uit tot een vijgenboom die in 1917 is begonnen. Het was niet alleen het uitbotten van de vijgenboom waarvan de Heer Jezus gesproken had, tegelijk met het uitbotten van alle bomen. Deze bomen stellen de heidense natie voor die tot rijpheid zijn gekomen,
zoals Romeinen 11 vers 25 laat zien. Na de beëindiging van Wereldoorlog nummer 2 in 1945 zien wij plotseling ontwaking van internationalisme onder de heidense natieën tot stand komen. Velen werden toen onafhankelijk. Verborgen en verzegeld tot het einde toe. Daniël heeft naar het gesprek geluisterd wat er tussen de twee mannen aan de rivier gevoerd werd en zei toen: ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: gaat heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot het einde. Dat is vers 8 en 9 van hoofdstuk 12. De zegels worden verbroken. We zijn nu bij de crisis van het einde aangekomen. Het geheim wat door de eeuwen heen zo streng werd bewaard, wordt nu geopenbaard en de zegels worden nu verbroken. Daniël wordt het volgende medegedeeld. Vers 10. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Wij zien dus dat hoewel het gezicht nu geopend wordt, de goddelozen nog steeds verder zullen gaan en erger worden in hun goddeloosheden. Is dat niet wat wij heden om ons heen zien gebeuren? De tekens van het einde zijn duidelijk zichtbaar. De profetie wordt tot in die fijnste bijzonderheid vervuld, maar het mensdom wordt steeds harder. Het is zoals Jezus waarschuwde dat het zal zijn. Hij noemde het als in de dagen van Noach, toen de aarde vol was met geweld. Het zijn alleen de verstandigen en rechtvaardigen die het verstaan. Het zijn zij, zoals in Openbaring 22 vers 11 wordt weergegeven. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, wordt nog vuiler. Wie rechtvaardiger is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij worden nog meer geheiligd. De velen die gereinigd, gezuiverd en gelouterd worden, zijn de verstandigen en de rechtvaardigen die in deze crisistijd aan het einde der tijden hun roeping en uitverkiezing met God zullen versterken en zullen overwinnen door het bloed van het lam. Het woord van hun getuigenis en die hun leven niet lief hebben tot de dood toe, voor diegenen die volharden tot het einde wacht de overwinnaarskroon en zullen samen met Jezus regeren 1000 jaar lang. Als zij nog leven tijdens zijn wederkomst, zullen zij veranderd worden in een ogenblik en met hem tegemoet gaan in de lucht, om dan samen met hem terug te keren naar de aarde, om vanaf de troon van zijn vader David over het huis van Jacob te regeren, zoals door de engel aan Maria is medegedeeld, vlak voor Jezus' geboorte. En als zij al gestorven zijn voor de wederkomst, zullen zij deelnemen aan de eerste opstanding samen met de opgenomen heiligen en gaan Jezus tegemoet zoals hierboven al is aangehaald. Geen wonder dat dit de hoge roeping van God in Christus Jezus is waarvoor Paulus zich zo heeft beijverd. Filippenzen 3 vers 10 tot 14. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner zouden mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt en mijn uitstrekken naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Bepaalde identificaties van tijdroosters. Het boek Daniël sluit af met de woorden van de man in het linnenkleed aan Daniël, wanneer hij nog twee specifieke chronologische aanwijzingen geeft waarmee het einde van de eeuwen gecontroleerd kan worden. Daniël 12 vers 11 en 12. En van die tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Welzalig hij die verblijft
verwachten en 1335 dagen bereikt. De laatste ontzettende gruwel van de verwoesting die over Jeruzalem gekomen is, was die van de Mohammedanen onder de Arabieren en de Turken. De engel heeft aan Daniël gezegd dat deze periode 1290 dagen zou duren. Ook hier moeten wij de dagen als profetische jaren beschouwen volgens Ezechiël 4 vers 6, voor elke dag een jaar. De engel doet aan Daniël een wonderlijke belofte, namelijk dat degenen die blijven verwachten en die 1335 dagen of jaren bereikt, wel gelukzalig zouden zijn. Dit zou hen ook tot de tijd van de opstanding, dat wil zeggen tot de eerste opstanding brengen, zoals in vers 13. Maar gij ga het einde tegen en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Daniël moet tegen die tijd al in de 90 zijn geweest en hij heeft een veel bewogen leven achter de rug. Dit moet voor hem wonderlijke woorden zijn geweest, een heerlijke vertroosting, dat hij al de louteringen en strijd van de eeuwen die voorliggen zou ontlopen en dat hij aan het einde der dagen, wanneer de strijd voorbij zal zijn, weer zou opstaan en de heerlijkheid van het voltooide Godsplan kan aanschouwen en zijn eeuwige bestemming daarin zou bereiken. Laten wij nu de verschillende tijdsperioden aan de hand van de geschiedenis toetsen en zien of het Mohammedanisme wel het christendom heeft geteisterd en of dit tot een einde, dus na 1290 jaar of maanjaren, want zo is de Mohammedaanse kalender, loopt volgens maanjaren, is gekomen en of de tijd van welgelukzaligheid van Daniëls volk na 1335 maanjaren is aangebroken. Wij zullen dan ook zien hoe dicht wij bij de eerste opstanding zijn aangekomen. In het jaar 622 na Christus is Mohammed in het openbaar te Medina als profeet van God verklaard en zijn volgelingen bij elkaar verzameld. In 629 na Christus heeft hij zijn leger vanaf Mekka geleid om Arabië te veroveren. In 637 heeft zijn opvolger kalif Omar Palestina aangevallen en vroeg in 638 Jeruzalem is binnengegaan. De geschiedkundige Gibson zegt ons in zijn historisch boek dat de christenpatriarch van Jeruzalem gezegd heeft: dit is de ontzettende gruwel van Daniël 12 vers 11 in de heilige plaats. Omar bouwde in 643 een tempel op de plaats waar eerder Salomo's tempel stond en dit is het zichtbare symbool van de Mohammedaanse verwoesting van het oostelijke gedeelte van het Romeinse Rijk van het christendom geworden. Tegen 644 heeft het Arabische Rijk zichzelf stevig onder nabij Oosten gevestigd en in dat jaar is hij de grote Ottoman kalif geworden, de machtigste man in de geschiedenis. De jaren 622 tot 44 na Christus zijn de aanvang en opkomst van het Mohammedanisme. En nu kan men zien dat in die periode en vooral aan het einde daarvan de 1290 maanjaren worden herkend en dus absolute bevestiging van de juistheid van deze uitleg. Het grote Turkse Rijk is in de jaren aan zijn einde gekomen. In het jaar 1853 getuigde de tsaar van Rusland Nicolaas van het einde van Turkije door zijn beroemde woorden aan Sir Hamilton Seymour destijds, Brits ambassadeur in Sint-Petersburg. Hij zegt: wij hebben een zieke man op handen, een zeer zieke man, en hij kan zeer gemakkelijk in onze armen sterven. Vandaar de bekende benaming van Turkije in het verleden als de zieke man van Europa. De geschiedenis van de Oost-Europese staten, Herzegovina, Bosnië, Montenegro, Bulgarije, Joegoslavië, Roemenië, zijn zeer aan dit tijdperk gekoppeld. Want het is in deze tijd dat zij het Turkse juk hebben afgeschud. In 1896 viel het doek voor Turkije definitief.
Wanneer wij bij het getal 1335 maanjaren komen, dan brengt dit ons bij het jaar 1917 na Christus. Het jaar van het begin van de Mohammedanse kalender. Plus 1335 maanjaren brengt ons precies bij het jaar 1917 na Christus. De 2520 jaar die wij eerder zagen zijn de strafjaren aan Israël voor haar ongehoorzaamheid. Deze straftijd kwam in deze periode tot een einde. Dus het jaar van welgelukzaligheid van Daniël 12 vers 12. Na dit jaar hebben wij gezien hoe de macht van het heilige volk werd verbroken, vers 7, en zou leiden tot de eerste opstanding en de wederkomst van Christus. In dat jaar kwam Palestina onder Brits bestuur en werd een muntstuk geslagen met aan de ene kant het jaar 1917 en aan de andere kant in het Arabisch het getal 1335. Deze muntstukken kan men heden nog steeds zien. Op 8 december 1917 hebben de Turken de stad Jeruzalem ontruimd zonder één schot te lossen. En op 11 december heeft generaal Allenby nu zijn beroemde intocht in Jeruzalem gemaakt. De woorden van de engel aan Daniël waren tot op de letter vervuld, precies aan het einde van 1335 dagen. Of jaren in profetische taal. We hebben van dit gebeuren een videofilm in ons bezit. Wat deze vervulling nog meer te wachten stond, is op 13 januari 1917 of in het jaar 1335 van Mohammed zo, de Turkse regering is afgestapt van de Mohammedaanse kalender en zijn overgegaan naar de Gregoriaanse kalender die wij gebruiken. Wie anders dan de hand van God heeft de Turkse Mohammedaanse kalender laten verdwijnen toen zij het jaar 1335 bereikten? Voor diegenen die ogen hebben om dit te zien, was dit een duidelijke aanduiding van God die de welgelukzalige dagen 13.335 dagen bereikt hebben. Bovendien, welke betekenis kon er nog zijn aan de Mohammedaanse kalender? Gods terzijdestelling van de Mohammedaanse jaartelling ten gunste van de christelijke was een dramatische versymbolisering van het feit dat de tijden van de heidenen tot een einde waren gekomen en dat het einde der tijden op handen was. De heerlijke opstanding. Hoe bijzonder plechtig behoren deze waarheden toe aan dit geslacht die de vervulling van al deze heerlijke profetieën die nu wij reeds gezien hebben, bereikt. En nu staan wij op de drempel van de komst van Gods Koninkrijk op aarde, want gedurende de afgelopen jaren zien wij de opkomst van de kolos van het noorden en de totale verbreking van de macht van Satan. Wij kunnen ook de krachten van de hemelen en van het heilig volk tot wasdom zien komen. We lezen Joël 2 vers 2. Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk, desgelijks is van ouds niet geweest en zal naar hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. Tot slot, de levende, die nu aan het einde der eeuwen zijn aangekomen, zullen het Babylonische stelsel zien vallen en de aanvang meemaken van het duizendjarig vrederijk op aarde. Welk een prachtige tijd is het om in te leven. In deze komende heerlijke opstanding, die een machtige baken tussen de oude en nieuwe verdeling zal zijn. Daniël zal ook bij diegenen zijn die uit het graf zullen opstaan. Eén van de rechtvaardigen die in de macht van de majesteit met Jezus in zijn koninkrijk zal gaan regeren. De levende rechtvaardigen ten tijde van de wederkomst zullen ook de onsterfelijkheid ontvangen. Ik sluit deze studie af door aan u te vragen om zelf de volgende schriftgedeelte nog eens aandachtig voor te lezen of door te lezen.
Matteüs 19, vers 27 tot 30, Romeinen 8, vers 17 tot 25, 1 Korintiërs 15, vers 24 tot 28, vers 51 tot 58, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18, 2 Petrus 3, vers 9 tot 14, Openbaring 3, vers 21, hoofdstuk 19, vers 7 tot 9, en tot slot Openbaring 21, vers 7 tot 12. Tot zover het einde van het boek Daniël, hoofdstuk 12. Mogen de Heere, de God van Abraham en Isaac en Jacob, u rijkelijk zegenen bij uw verdere studie. Amen.